Maar het werkelijke gevaar, vooral in onzekere tijden, dat zijn de gewone mensen die samen een staat vormen. Het werkelijke gevaar voor de mens, dat ben ik. En dat bent u. In mijn denken heb ik altijd het radicale gezocht. En u heeft ook de staat voor het radicale en het absolute gekozen. Hoe zou ik me dus juist nu kunnen afwenden? Een jongen ligt te bulken van de pijn. Ik richt mijn pistool op zijn voorhoofd, oefen druk uit op de trekker, maar het schot gaat niet af. Ik ben de veiligheidsbal vergeten. Ik ontgrendel en schiet een kogel in zijn voorhoofd. Hij schokt en is ineens stil. Ik voel een vlijmende walging. Daarna verman ik me en probeer me te concentreren. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen zo min mogelijk lijden. De vuurbol dooft en ik beland in het donker. In een dichte, verstikkende duisternis. Wanneer wij de Führer dienen, is hij niet de Führer, maar de vertegenwoordiger van het volk. Wij dienen het volk. En we moeten het dienen zoals de Führer het dient, in een totale zelfverloochening. Sturmbannführer Auwe, wat is een lafaard? Hoe bedoelt u standaard een Führer? Iemand in Berlijn die zich aanmeldt aan het front. 4 jaar! Lang zijn wij bezig geweest mensen te vermoorden. Dat deden wij. We vermoorden Joden, Zigeuners, Polen, Russen, Oekraïners, zieken, bejaarden, vrouwen en kinderen. Massa's kinderen hebben wij vermoord. Wie weet kunnen we ons werk ooit verder zetten, Sturmbannführer Auwe. Of doen anderen het in onze plaats, Heil Hitler? Hey. Ja. Fantastisch. Ja. Echt. Hey. Fantastisch. Goed zo. Ja. Nou jongens en meisjes, jullie hebben het volbracht. 3,5 uur. Ja. En? Het was redelijk zwaar. Erg zwaar? Ja. En dan vond je dat Hans Kesting hem speelde, deze man? Ik vond dat er kwamen heel veel monologen in. Maar eigenlijk wel straf dat hij dat zo sterk brengt. Om gewoon er alleen te staan, maar het toch wel overtuigend kan brengen. Wat vindt u ervan? Uitmuntend. Uitmuntend. Zal ik zeggen waarom? Omdat ik vind dat hij de spiegel voorhoudt van een actualiteit, maar met de middelen die zo toneelmatig zijn en zo minimaal zijn, dat je eigenlijk de kracht van het hele verhaal blijft vatten. Hoe is dat eigenlijk nu meteen na afloop? Ja, altijd wel, omdat het zo ontzettend heftig eindigt. Ja. Er is altijd nog zo'n ding aan het einde, dat moet je dan zo... Dan gaat het nog zo eventjes... Het is gewoon, het is zo'n reis van het begin naar het einde. Ja, een reis, maar dan voelt het ook echt, ja. Dus als je dan helemaal aan het einde bent, heb je echt het gevoel dat je een heel traject, je hebt echt een heel traject afgelegd met je collega's en met het publiek. En hoe lang heb je dan nodig eigenlijk nu om het weer achter je te laten? Omdat dit natuurlijk, jij hebt zoveel rollen al gespeeld, ja, maar dit is wel een tamelijk heftige. Blijf er nog wel een tijdje over nadenken, over wat er goed ging, wat beter kan, waar ik een vergissing maakte, hoe ik het... Ik zit er op een technisch niveau langer over na te denken. Wat vond je van Auwe toen je de roman las? Ik heb het als iemand gezien die niet met de status quo tevreden is, die verandering wil. En als er verandering plaatsvindt, bij die verandering wil zijn. Dus ik vond het geen gek maar het is iemand die vreselijke dingen doet. Kon je net zoals ik wel een eindje met hem meegaan? Zeer, ja. Ja, absoluut, jawel. Ja. Ik bedoel, die vraag die ik aan de mensen stel, van wat zou u gedaan hebben? Ik denk dat niemand daar volmondig... Nou ja, er zijn uitzonderingen daar gelaten. Maar ik kan nooit zeggen, wat zou jij gedaan hebben, Hans? Ik zou dat niet gedaan hebben. Durf ik niet te zeggen. De Welwillende, een prachtige rol van Hans Kesting. Een indrukwekkende voorstelling over de dunne scheidslijn tussen goed en kwaad. En omdat die Max Auwe in de voorstelling eigenlijk wat menselijker is dan in het boek, is die voorstelling des te indrukwekkender en confronterender.